Maar natuurlijk wel een stel, hè? Jullie snappen wel dat het natuurlijk niet gewoon een magnetron. Nee. Ik ben hier echt geen kei in. Ik vind het ook echt niet leuk om te doen. Maar ik ga het wel doen. Ja, dat zijn de plannen. Hoe snel dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Nu heb ik ooit eens iets geleerd en dat wilde ik jullie niet onthouden. Het is de popcorn lifehack die je gewoon moet weten voor de perfecte popcorn. En dan heb ik het niet over de magnetron popcorn, maar gewoon zelf mais in de pan gepopte popcorn. Binnenkort nog veel meer en je kan dus, je kunt natuurlijk... Hoi. Kijk, de randjes aan het afmaken. We hebben een cadeautje voor jou, want het is niet eens je verjaardag. We hebben weer wat pakketjes binnengekregen. Kun je voor mij wel filmen, gezellig en gezellig. Sergio is een begin aan het maken aan de voortuin. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tanties, welkom bij een nieuwe video. Er is een leuk pakketje binnen, want wij zijn helemaal blij met onze keuken. Op zich. Ja. Toch? Ja, zeker. We zijn gewoon heel blij. We hebben alleen nog maar één oven. Er moet nog een stoomoven komen, maar die is, weten ze niet wanneer die binnen gaat komen. Maar we hadden al vanaf het begin gezegd, we gaan waarschijnlijk wel de magnetronfunctie missen. Dus wij hebben een magnetron aangeschaft. Maar natuurlijk wel een stel, hè? Jullie snappen wel dat het natuurlijk niet gewoon een magnetron. Nee, wij willen een retro magnetron. Kijk, we zijn heel benieuwd. Gaat Jesse zelf hem openmaken? Ik hoop dat hij een beetje groot genoeg is dat we er wel iets ook in kwijt kunnen. Want 20 liter zegt me helemaal niks. Nee, nou dat was dus voor mij ook een beetje een... Maar hij heeft 12 programma's met icoon en display. Dus het is wel, zeg maar, retro modern. Oh, wat gaat erin zitten, Jessie? Dat weet ik wel. Retro-uiterlijk. Oh, kijk, wat een leuke kleur. Die past goed bij onze kast daarachter. Ja, kijk, dat is Oh. Wat is dat dan, Jessie Silver? Is het een auto? Is het een vliegtuig? Of een pony? Of is het een magnetron? Nee, het is een leeuwtje. Is het een leeuwtje? Wow. Oh, kijk nou, hoe cool. Kijk, die is toch gewoon schattig om ook in het zicht te hebben? Oh, je kan hem zelfs openmaken. Je kan hem zelfs openmaken. Nou, dat is toch handig. Dat is wel super handig. Oh nee. Zullen we hem even op ons keukenblad zetten? Het is gewoon wit. Ja. Nou, kijk nou hoe cute. Ja, dit misten we wel echt even. Ja, gewoon even simpel. Even bijvoorbeeld een bakje soep even opwarmen snel. Of een aardappelpureetje. Of een aardappelpureetje, inderdaad. Glaskluitje erbij halen. Hij is wel mini. Huh? Daar past geen bord in, denk ik. Nee, een grotere. Ik weet het niet. Net aan. Nou, net aan is groot genoeg. Maar dan kan hij niet meer draaien, waarschijnlijk. Het is echt voor mini porties. Ja, yeah, what to do. Kijk, die magnetron van mijn moeder is ook gelijk een oven. Dat is natuurlijk wel een groot verschil, hè, tussen alleen even een magnetronnetje of een magnetron met ovenfunctie. Nee, absoluut. Kijk, even uitgaand dat we ergens dit jaar nog de stoomoven krijgen. Ja. Daar kun je ook gewoon een bocht inzetten. Ja, precies. Ik denk dat dit wel prima is, hoor. Weet je wel, dus noods gooi je het prakje gewoon eerst even in de kom. En of even op kleinere bordjes. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je natuurlijk goed zijn werk doet. We houden van de retro look.
Maar verder moet hij wel een beetje modern zijn. Alles onder de piepschuim. Ja, dat is vervelend. Hieronder. Hierin. Hatsflatsie. Hey, micropower. Is het een rijknop? Ja, meestal kan je gewoon pauze. Start. Dat is een minuutje. Ja, dat is gewoon 100% power, dus dat is 800 watt. Ja. En doe ik je hier. Hier kun je dus kiezen. Oh ja. 100%, 80%, 60%. Maar wat houdt de procenten in dan? Het aantal percentage van het vermogen. En wat is het volle vermogen? 800 watt. Oké. Kudo. Nou, hij snaakt in ieder geval hartstikke cute. Ja? Ja. Dus waar gaan we hem plaatsen? Eventjes op de oven. Nee, dat zou ik niet doen. Die doos die kan niet zo ver. Ik zou hem gewoon even hier laten. Oké. Okay. Oh, heb je piepschuim gevonden? Ja, en dan krijgen we de vraag. De al hersenkrakende vraag. Waar stoppen we die? Ja, daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. De vorige keer heb ik ze natuurlijk in de plastic bak gedaan. En toen hebben ze het wel meegenomen. Ja. We dachten dat de P niet voor plastic stond, maar voor piepschuim. Nee, je hebt al een ijsje op. Oh, heb je al een ijsje op? Oh. Oh. Nee, je hebt al een ijsje op, hoor ik net. Je lijkt wel een engeltje zo met het mooie zonnetje. Waarom ligt er een zeil in onze voortuin? Gewoon om even op te staan. Ja, ik dacht... als ze om een keer voorlaat of zo, moet jij zien. Ja, want wanneer is de bedoeling dat ze gaan komen voor de schuttingen? Eind augustus. De laatste week van augustus. Jesse, je hebt al een ijsje op, leg maar terug. Nou, ik ga... Over 3 weken. Oké, spannend. Zin in? Ja. Ik ben benieuwd, je bent al mooi ver met de oprit. Nou ja, ver. Je hebt een mooi begin gemaakt. Het is wel echt een werk, zeg. Ja. Allemaal blaren op mijn handen. Leg maar terug. Ja, maar als de pro... Kijk dan. Oh. Jeetje. Moet je er ook van huilen dat papa een blaar op zijn hand heeft? Of was dat... Ja, mijn ijsje. Wil je gewoon een ijsje? Ja. 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 Volgens mij hartstikke moe. Zo, nou, we hebben vandaag tomatensoep proberen op te warmen. In onze super leuke luxe retro marathon. En na 4 minuten was het nog steeds niet warm. Tenminste, de soep. De buitenkant was gloeiend heet. En daarom heb ik besloten om de stekker eruit te trekken. En hem in de doos te doen en terug te sturen. En dan gaan we gewoon op zoek naar een andere. Want dit sloeg helemaal nergens op. Helaas. Ik kan er niet veel zinnigs over zeggen. Ik begrijp er niks van. Normaal gesproken is de 800 watt toch zo voldoende moeten zijn, maar hij heeft er geen zin in gehad. Dus die gaat mooi terug in de doos. En dan gaan we gewoon weer een nieuwe uitzoeken. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij Eigen Huis en Tuin. Ik ben weer bezig met de oprit. Ik heb het helemaal mooi geëgaliseerd en ik ben weer bezig met de steentjes aan het neerleggen. Ja, zonder dolle. Ik ben weer druk bezig. Met de oprit. En het gaat een beetje regenen. Dat hadden we niet afgesproken. Maar het is vooral veel snijwerk vandaag. En puzzel. Snij- en puzzelwerk. En het komt wel goed, denk ik. Alleen dit kost echt onwijs veel tijd. En dat hebben we niet. Dus daarom moeten we elke keer kleine beetjes doen. Voordat we gaan werken en zo, dat soort dingen. Dus, muziekje erbij. Een paar uurtjes. Het is nu 10 uur. Ik heb nog 1,5 uur. En dan gaan we weer lekker op het fietsje naar het werk. Want de motor die staat bij Kijkduin stil. Want de versnellingskabel is weer eens geknapt. Ik pak er nu een lekker bakje bij.
Ik ga weer snel aan de slag. Goedenavond. Het is inmiddels 7:45. En het is nog steeds licht. Maar de zon is ook een beetje gaan zakken. Dus ik vond dit een goed moment om even de ramen een beetje schoon te proberen te maken. Want het is nu wel heel erg vies. En het is toch fijn als het er gewoon net even wat beter uitziet. Als het erna dan toch weer een beetje op zit. Nou ja, dan doen we het gewoon nog een keer. Maar nu is het zo vies dat ik toch wel het heel fijn zou vinden als het een beetje schoon is. Dus ik ga mijn best doen. We hebben inmiddels een slang. En ik ga het gewoon even schoon spuiten. Ik ben hier echt geen kei in. Ik vind het ook echt niet leuk om te doen. Maar ik ga het wel doen. Nog altijd beter, maar het ziet er al een heel stuk beter uit. Boven kom ik aan de buitenkant even niet bij. Maar goed, dat komt later. We willen ook nog een glazenwasser nemen. Maar kijk, dit ziet er toch al beter uit. Toch minder het gevoel dat je huis zo vies is of zo. Heel gek. En nu is het dus zo dat ik weet niet of ik het al eerder had gezegd, maar ik twijfel over mijn gouden muur. Op zich vind ik het heel tof behang en het past ook wel. Maar het huis heeft ja, gewoon weinig licht binnen omdat wij dat blok in het midden hebben. En we hebben natuurlijk redelijk wat donkere kleuren. Nu gaat daar nog wel een tv-meubel komen die wit gaat zijn, dus die blauwe muur zie je dan eigenlijk vrijwel niet. Maar ik zit er dus over te denken om het gouden behang eraf te gaan halen dadelijk. Later. Ja, om daar een soort van renovlies op te doen. En dan een beetje een kalkverf op te doen in een lichte kleur. En dan misschien met een vlak te werken die we verven. In een andere kleur. En, of niet, weet nog niet. En ik denk dat ik daar iets van een spiegel wil gaan hangen. Zodat het licht weer reflecteert. En dan kunnen we dat witte, of dan in ieder geval dat lichtere, kunnen we dan ook strak door laten lopen in de keuken. Dus dat is nu een beetje het ding. Wat ik al zeg, ik ben op zich wel blij hoor. Ik vind het mooi behang. Maar het is een beetje spontaan gekozen. Zo van, dan hebben we er in ieder geval wat op zitten. Want we wisten nog niet zo goed wat we daarmee wilden. En ik weet niet, ik merk dat ik denk van ik wil wel ergens even licht in terug laten komen. En we zijn natuurlijk ook nog lang niet klaar, want met accessoires kan je dus ook veel. Maar dat is wel een van de dingen die ik waarschijnlijk nog wil laten doen. Het is ook niet super mooi behangen helaas. Ja, dat zijn de plannen. Hoe snel dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Het kan zomaar ineens wel heel snel gaan bij ons, maar het kan ook zijn dat we het toch voorlopig even laten. Ik heb echt nog eventjes geen idee, want er zijn zoveel dingen die nog gedaan moeten worden. Sergio is natuurlijk druk bezig met de oprit. En, want dat heeft nu gewoon even de prioriteit. Er moet nog een ombouw gemaakt worden in de keuken en dan ook nog de nis voor onze mooie voorraadkast. Dus... genoeg te doen. We zijn voorlopig nog niet klaar. Dus jullie zijn ook voorlopig nog niet van de klusvideo's af. En ik denk dat ik even op de bank ga ploffen. Ja, misschien ga ik nog even met het beeldje verder. Want dat is ook nog niet af. Dat doe ik ook allemaal maar tussendoor. Want ondertussen ben ik natuurlijk ook nog... Je bent gewoon de hele tijd bezig om het huis schoon te houden. En
op te ruimen. Dus ja, we hebben weinig tijd voor onszelf. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Dat komt later allemaal wel weer. Ik ga op de bank ploffen. Hele goede avond allemaal. Hallo. Ik ben net klaar met werken. We hadden heel erg zin in een lekkere bak met popcorn. Nu hebben we al een hele bak op. Even een redelijk gezonde snack. Maar onderin zijn heel veel specerijen komen te liggen. En het werd nogal sterk. Dus zei ik, eigenlijk moeten we gewoon een nieuwe pan met popcorn gaan maken. Helaas. En dat is heel spijtig. Nu heb ik ooit eens iets geleerd en dit wilde ik jullie niet onthouden. Het is de popcorn lifehack die je gewoon moet weten voor de perfecte popcorn. En dan heb ik het niet over de magnetron popcorn, maar gewoon zelf mais in de pan gepopte popcorn. En dan dat ook bijna alles gepopt is. En niet dat er gewoon nog een halve zak onderin ligt. Nee, want dat heb je vaak dat je de popcorn die al gepopt is, die ga je verbranden. En dan hou je als om dat je natuurlijk de niet gepopte popcorn ook nog wil laten poppen. En dan verpest je de hele pan. Dus dat gaat als volgt. Ik geef wel even de camera aan jou. Want dan krijg ik een lamme arm. Super simpel. Olie. In de pan. Klein laagje olie. Zetten de plaat op zijn hoogste stand. Ik heb hier dus de maiskorrels. Ik doe er 3 in de pan. Ik doe de deksel erop. En ik wacht tot ze gepopt zijn. Pak ik mijn telefoon erbij. Die zet ik er vast op een timer van 30 seconden. Nog niet aanzetten. En nou eerst even wachten. Normaal gesproken ben ik echt gewoon een half uur bezig. Zet ik hem harder, zachter, doe dingen erin en eruit. En dan gooi ik hem alvast helemaal vol en niet doen. 3 stuks in de pan, hoogste stand. En dan gaan we even wachten. En dan zometeen, helemaal met die inductie, want het gaat echt onwijs snel. Ik pak wel even een lepel bij, want ik verbrandde net mijn vingers. Maar ja, de vork is beter, hè. De tangetje is nog beter. Kijk. De pan is nu dus heet genoeg. Moet de korrels gaan poppen. Die anderen zijn er niet gegaan, dat is niet erg. Die haal ik er even uit. Dan zet je hem dus even van de plaat af, als ik het goed begrijp. Van het vuur af. Een laagje popcorn erin. Nou, dan kan deze ook wel. De rest ook wel. Deksel een beetje op dat er nog wat stoom uit kan. En je zet de timer aan op 30 seconden. Nog steeds op de plaat die niet aanstaat. Geen vuur, even van het vuur. Gewoon in de pan, in de hete olie. Ik denk dat het een soort van, ja, voorkookt, als het ware. Want, dat heb ik ook wel eens gelezen, ik weet niet of jij dat weet. Wat gebeurt er nou eigenlijk met dat popcorn? Met het mais. In het mais is gedroogd, maar er zit altijd een soort van, ja, een beetje vocht. Wat gebeurt er nou? Door die hitte komt er een moment dat vocht, zetmeel als het ware, ja, een soort van explodeert door de warmte. En doordat het uit het schil komt, oh ja, even 30 seconden heen, lang verhaal, lekker kort. Terug op het vuur, deksel erop en dan gaat hij als een malle zo meteen. Oh. En ik heb er nu te veel in gedaan eigenlijk voor deze pan. Dat maakt ik verder niet uit. Ja, dus op een gegeven moment die zetmeel die explodeert als het ware. En als het dan eruit komt, dan stolt hij meteen. En dat is popcorn. Daar gaat hij. Dit is net een film van de Terminator zo meteen. Het gaat echt zo. En dan ineens zit heel de pan vol. Dat is echt niet normaal. Wat deed je nou met het Ja, omdat die inductie altijd zo krachtig is,
zet ik hem halverwege een klein standje lager. In plaats van 9, dan loop 8. En klaar is Kees. En ik hanteer meestal de stelregel, als je langer dan 3 seconden niet meer popt, dan haal ik hem van het vuur af. Stoomt hij nog een beetje door. Nou, ik denk 4 korrels nog die niet gedaan zijn. Verder rest alles gepopt. Topje, hè? Echt super. Ja, normaal zaten we altijd nog van die taaie korrels te eten. Ja. Dat de helft gewoon niet gepopt was. Ja, ik dacht ook wel eens, ik laat hem gewoon lekker lang opstaan, want dan krijg je die geroosterde popcorn, de mais. Die je wel eens koopt bij de toko. Die vind ik echt lekker, maar dat is me nog steeds niet gelukt om die na te maken. Ja, dan gaan we een beetje husselen met de specerijen die ik er net op heb gedaan. Dan doe ik er nog een klein beetje bij. Ik gebruik dus aromat. Niet te veel. Een beetje zout. En een heel klein beetje gerookte paprika toevoegen. Heeft lekker smoky smaak, een beetje barbecue. Je kan ook een beetje knoflook doen. En de volgende keer die vond jij lekker, hè? Die met die karamel. Ja, maar meestal neem ik toch wel zoute popcorn. Dus ja. Dit vind ik ook super lekker, maar die karamel was ook wel heel lekker. Maar die hebben we eigenlijk alleen nog maar gegeten toen met de helft niet gepopt. Dus ja. Ik ben benieuwd. Het is misschien ook leuk voor de volgende keer. Hoe maak je nou zelf karamel? Gaan we doen. Wil je dit nou eventjes rustig teruglezen? Word dan nu lid. Er zit als het goed is een nieuwe knop naast het abonneren. En voor 99 cent krijg je nu ook het uitgeschreven recept. Van alles wat wij laten zien. En binnenkort nog veel meer. En u kunt natuurlijk. Wat was dat? Ik heb geen idee. En je steunt ons natuurlijk ook met je lidmaatschap, zodat wij in de toekomst wij spannende, leuke, nieuwe content kunnen blijven maken. Wat is dit? Het wordt ineens van kookvlog naar ghost spookvlog. Als je hier bent, laat dan de theepot fluiten. Dus. Nou, jongens, laat even weten of het jullie gelukt is en of jullie ook hebben genoten. Eet smakelijk! Zo, Sergio, die is weer goed bezig. Hoi. Kijk, de randjes aan het afmaken. Ja. Closing the gaps. Closing the gaps, yes. Lukt het een beetje? Ja, ik moet zeggen, het valt me niet tegen. Ik wou net vragen, valt het mee of tegen? Nee. Nee, het valt ook niet mee, maar... Ja, weet je wat het is? Het is gewoon ontzettend tijdrovend. Ja. En je bent maar alleen. Ja. Dus je moet het en aftekenen en je moet het dan slijpen en weer erin leggen en weer tekenen en slijpen enzovoort enzovoort. Dus ja. Ja. En dan moet je ook nog werken elke keer dus. Het zijn elke keer maar een paar uurtjes. Ja. Een beetje bij beetje raken we overspannen. Lijken we het klaar. Nou, het is ook wel denk ik iets om even je gedachten uit te zetten, of niet? Ja, het is wel leuk. Nou ja, wat ik al eerder had gezegd. We hebben natuurlijk best wel wat geïnvesteerd afgelopen jaar in gereedschap. Wacht even.
Ik wil even het geluid uitzetten, anders krijgen we een strijk. Ja. Je wou zeggen, we hebben geïnvesteerd in... Ja, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk geïnvesteerd in gereedschappen. En dat maakt het werk gewoon echt wel een stuk gemakkelijker. Ja. Goed gereedschap is een halve werk. Dat is het gewoon. Ja. Dan missen we nog wel een aantal dingetjes waarvan ik denk dat zou het nog wat makkelijker maken. Maar ja, er zijn altijd wel dingen die je kunt blijven kopen. Je hebt zoveel gereedschap. En ja. Elke klus heeft weer zijn eigen gereedschap. Gaat het goed? Ja, ik hoorde het tegen Dien, geloof ik. Dus ik ga wel even kijken of Jesse hier... Maar het ziet er goed uit. Zeker nu het dan zo dicht is, dan maakt het toch weer een klein beetje af. Ja, ik wilde dit gedeelte even dichtgooien en dan een fotootje sturen naar Tim. Ja. Tim en Marieke. Cool. Toppie. Laters. Laters. Zo, wij zijn lekker in de tuin. We hebben even zijn badje opgezet. Helaas is de glijbaan een beetje lek, maar we kunnen niet achterhalen. Ik hoor niks, ik zie niks. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, voor de rest is die wel leuk. Dus Jesse die gaat hem even vullen, hè? Ja. Kan je er lekker in spelen? In onze grote zandbak. Hey Jesse. Jump. Ga zitten daar. Waarom dan? Nou, we hebben een cadeautje voor jou. Want het is niet eens je verjaardag. Wat? Het is niet eens je verjaardag en we hebben een cadeautje voor jou. Dat is leuk, hè? Ben je benieuwd? Wat denk je dat het is? Misschien een teddybeer. Misschien een teddybeer. Ja. Het is wel iets groter dan een teddybeer. Had je graag een teddybeer gewild dan? Ja. Ik ben benieuwd. Kom even met papa mee. Wat denk je dat het is, Jesse? Een teddybeer. Nou, ik hoop dat je hier toch wel heel blij mee bent. Ga maar helpen scheuren, Jesse. Goed zo. Dit! Dit is van mij! Wat is het? Wat is het dan? Het is fiets! Ja! Dit is voor mij! Heb jij een nieuwe fiets? Ja! Dit is voor mij! Die is wel heel gaaf! Wauw! Dat is leuk, hè? Oh, papa en mama dachten hij wil zo graag fietsen. Ja, en het andere fietsje was helemaal niks, zit er hè? Er iets in. Jesse zit erin. Dit! Oh ja, en ik denk ook nog een stuur. Allee, die hangt hier aan. Oh. Zal ik het in elkaar zetten voor jou? Oh. Wat is het? Oh, ging je met je beentje erop? Dit is haar wieltje. Ik ben heel blij. Daar ben ik blij om dat jij blij bent. Hé? Waarom die dan? Ja, dat weet ik nog niet. Ga ik hem in elkaar zetten voor jou. Ja, maar hoe moet ik snel zijn ook, want ik moet zo werken. Ja. Hey, papa kus. Mwah. Oh, die is gaaf. Die is gaaf, hè, Jesse? Wauw, dat is mijn vriend van mij. Ben je er blij mee of zo? Is die nog niet klaar? Bijna klaar, alleen deze nog. Oh, die is gaaf. Hé, hey, zullen we naar het tent gaan? Ja. Met mijn fiets. Ja, maar ik ga zo ook mijn fiets pakken dan. Wat voor auto aan? Ja, kijk, als je dan deze indrukt, dan rem je. Doe maar knijpen. Zie je? Dan rem je. Wauw. Nou, ondertussen is Sertje opgehaald door zijn collega, want die moet werken. We hebben weer wat pakketjes binnengekregen. Daar hebben we het een en ander besteld. Dus ik weet even niet wat er nu binnen is gekomen. Maar ik gok de extra deurknopjes. Althans, ja, eigenlijk wel. Deurladenknopjes. Dus ik ga ze even openmaken. Altijd spannend wat erin zit.
beginnen ook met de makkelijkste, maar niet heus. Ik doe het langer. Oh ja, yes. Ik had wat bestelde speeltjes voor Jesse voor in bad. Zodat hij daar mee kan spelen. En dat moet dan een soort van baantje zijn waar je een balletje in doet en dan woep, zo in bad. Dit is dan waarschijnlijk een visje. Nee, oh, dit is wel een knopje. Ik heb toch voor iets anders gekozen dan een vogeltje, namelijk een libelle. Hoe schattig is deze? Het is de bedoeling dat hij op deze muur gaat komen. Deze deur. En dan bijvoorbeeld hier. Hoe schattig is dat? Oh, kijk nou. Dit zat in dat moeilijke pakketje. Dit is onze haakjes. Dit zijn onze jashaakjes voor in de garderobe. Kijk nou, hoe schattig. En het is de bedoeling dat die hier komen. Kijk, zo, en dan eentje daar en nog eentje daar. Wat leuk zeg. Zouden hier ook nog wel eentje kunnen doen eigenlijk. Is ook wel leuk. Nou, ik ga even kijken, maar ik vind hem heel schattig. Ik ben er blij mee. Goedemorgen. We zijn voor het eerst aan het fietsen. Hij heeft hele praatjes. Ik ga een poging doen om met hem naar de supermarkt te fietsen. Dat is best nog wel een eindje. Mijn schoonouders komen. En dan gaan we lekker met het mooie weer gaan we fietsen. Of zwemmen. Kom schatje. Je doet het hartstikke goed. Het is nog wel kunst toch? Om zo super langzaam te rijden. Mijn hemel. Nou, ik ga even goed opletten. Zo, de schoonouders. Die zijn er. En we zijn lekker gaan zwemmen in de Boetselaar. En ik ben vandaag door mijn rug gegaan. Althans, het is in mijn rug geschoten. Ja, ben ik dan door mijn rug gegaan? Ah, nee. Het is geschoten. Gewoon erin geschoten. Ja. En, dus ik loop echt als een malle Pietje. Malle Marietje. Ja. Beter. En Jessie is ook helemaal afgepeigerd. Lekker thuis gegeten. En nu gaan we nog eventjes naar het strand. Lekker een bakje doen. Even een bakje doen. Spannend. Even zitten. Ja, heerlijk. De zee. Heerlijk. Lekker een patatje gegeten. Ja, een patatje. Een frietje. Nee, een patatje. Een patatje. Het staat een patatje. Ja, mensen vragen altijd van waar zijn de lieve patatjes van? Het is een afkorting voor schatte patatjes. Oh. Kijk, daar is het. Zo, we zijn weer thuis. Ik kan nog net mijn ogen open houden. We zijn er echt kapot van vandaag, maar het was wel echt erg leuk. We zijn erg voldaan. Jesse die is aan het strand in slaap gevallen. Of ja, is in de auto. Hij was hier in slaap gevallen. In slaap gevallen. Oh ja, sorry, kun je nagaan. Hij was hier in slaap gevallen. We hebben hem in slaap in de auto gezet. Jij moet je medicijn innemen. Je hebt je medicijn al ingenomen. We hebben hem in de buggy gezet, toen is hij blijven slapen eigenlijk. En op een gegeven moment werd hij een beetje wakker. Dus ik denk dat het kwam omdat het gewoon vooral koud was. Toen heeft hij nog heel even bij ons gelegen. Hij leek heel vervelend te gaan doen. Je snapt wat ik bedoel. Maar dat viel reuze mee. Dus hij was gewoon helemaal uit zijn doen. Ja. Echt zo van, waar ben ik? Wat is het? Ik wil straks niet slapen, maar ook we hebben dus die cavia's. Hij zei iets, in zijn halve dronken slaap zei hij iets met cavia's. Zo, ik kan niet uitkomen. Dat was wel grappig. Maar goed, ze zijn lekker naar huis gegaan en thuis nog eventjes gekletst. En toen is mijn moeder met Rolf vertrokken. En voordat wij lekker eventjes gaan relaxen, of dan wel in bad, of in bed, of op de bank,
Ga ik weer even wat voorbereidend iets proberen te maken. Lang verhaal kort, ik las iets op Facebook dat een vrouw een bepaald drankje zocht, eigenlijk wilde bestellen. En ik weet dat we dat laatst ergens op een familieuitje van een van de broers van Rolf, de laatste is al echt wel een jaar geleden of zo, gedronken hebben. Oh nee, dat was op die Pasar Malam in Eindhoven. En dat is een Indonesisch drankje met agar, met fruit uit blik en kokos. Noot en dus dit. Die vind ik zo lekker. Rozensiroop. En dan agar is, ja, het is eigenlijk een soort bindmiddel, maar dat kun je dus in water oplossen en dan stijft dat op. En deze is dus met een beetje almond, zeg je dat? Amandel flavored. En dan maak je daar dus een mix van. En dan zet je dat in de koelkast, lekker koud. En dat is heel lekker, tenminste. Je moet het wel lekker vinden. Dus, ja, dat is optioneel, want deze die heeft dat dus al. Maar dat is, ik heb inderdaad amandel essence er nog bij besteld. Maar dat hoeft dus niet, want het zit hier al in. En dus, ja, wij vinden dat super lekker. En die vrouw die wilde dat dus bestellen. Ze heeft een liter besteld om het te proeven. Maar die agar die had ik besteld. En ik dacht dat het kant-en-klaar was, want dat had mijn moeder geadviseerd. Maar dat is dus niet, dus ik geef even de camera aan jou. Ik heb, ik weet niet of je mij wil filmen, of je zelf even. Dat zijn ongetwijfeld een paar krasjes. Krassen in. Gaat wel lekker. Gaat super goed. Hij focust op Giuseppe. Ik weet niet waar die camera allemaal op focust. Hij focust op alles behalve de goede dingen. We willen een nieuwe camera, maar dat daar hebben we nu even en geen tijd voor. En, de camera's die we willen zijn niet op voorraad en niet te bestellen en chip tekort. En, we zullen er maar even moeten doen. Aan de andere kant hebben we een andere hele goede camera, maar de René die wil daar niet graag mee filmen. En die is ook een stuk zwaarder. Desal niet de plus. Dan hebben we hier Anga. Per zakje 750 ml water. Even koken, zakje erin doen. En dan in vormpjes gooien. Het makkelijkste is eigenlijk een hele grote ondiepe bakplaat, zodat je straks blokjes kunt snijden. Die heb ik, maar die past denk ik niet in de koeling. Misschien heb ik wel. Gaan we even kijken. 750 ml per zakje. Dus dan gaan we eerst de agar maken. En dan morgen, want dat gaat ongetwijfeld vanavond niet meer op tijd opgestuurd zijn. Morgen de tropical fruits erbij. De kokosmelk. De rozensiroop. En als topper, top of the bill, klap op de vuurpijl, neusje van de zalm, kers op de taart. Gecondenseerde melk. Van Nestlé moet ik gelijk denken aan baby. Die Nestlé heeft toch altijd babymelk ook en zo, of niet? Ook. Ja. Of van die dingetjes. Nestlé is gewoon een groot merk. Oh. Nestlé. Heel groot merk. Oké. Okay. En ik heb nog een toetje. Het is duidelijk niet sugar free. Dit is alles behalve sugar free, want ik had dus laatst opgezocht. Gecondenseerde melk, wat is het nou eigenlijk? Maar het is eigenlijk niet meer dan melk waaruit het vocht is gereduceerd tot een stroperig goedje met suiker. En dat karamelliseert dan een beetje. En dan heb je gecondenseerde melk. Gecondenseerd, eigenlijk ook het condenseren, oplossen van het watergehalte uit de melk. En dan krijg je dus een hele stroperige bedoeling. En dat is erg lekker, hartstikke zoet en zo. Want het is best duur om te kopen. Dus ik had het laatst zelf gemaakt, eigenlijk gemakkelijk. Het water koop ik steeds niet. Het is echt power inductieplaat. Daar ben ik heel blij mee. Valmec, vooral kopen. En goed, top. En nou, maar de afzuiging doet het wel top. De afzuiging werkt wel heel goed.
Ik moet trouwens nog meer water erbij doen voordat ik het fout doe. Zo, dit is de agar-agar. Lekker opgelost. Ik heb er een beetje kleurstofje bij gedaan, zodat hij een beetje roze is. En nu lekker rustig laten staan. En tot morgen. Gaan wij... Nee, jouw mond stond open. Ja. Was dat dan? Hè? Hè? Nee. Oh. Netflix en... Chill. Chill. Oh nee, zonder de chill. Zonder. Gaan wij... ik weet niet hoe die heet, maar die nieuwe film met Kevin Hart, toch? Ja. Ja, gaan we verder kijken? Ja, voor ons zo? Nee. Moeten wij nog... of al afsluiten, of... Nee. Nee. Oké, okay, nou. Morgen kunnen zij dit verder afmaken. Ja, goed idee. Tot morgen. Slaap lekker. Hele goede morgen. We hebben de agar inmiddels in de koelkast gezet. En ik heb hier de ingrediënten gemixt. Lekker fruit, melk, kokosmelk, gecondenseerde melk en de rozen. En dat gaan we lekker in de koelkast zetten. Wordt lekker koud en dan straks de agar er doorheen. En dan is het klaar. Sergio is een begin aan het maken aan de voortuin. Hij heeft even een afslag gemaakt, zodat we de voortuin alvast kunnen doen. Oh, dit wordt zo spannend. Zo benieuwd. Zodat het wel moeilijk met die patronen natuurlijk, want je ziet nu al... Ja, die stenen moeten natuurlijk gelijk liggen, dat is belangrijk. Maar dat dat bovenste rondje niet op elkaar past. Dat is wel een beetje gek. Maar goed. Dat is dan wat het is. Moet gewoon goed liggen. We krijgen in ieder geval weer iets bijzonders. Oh, kijk nou eens. Ben jij gewoon hieronder verder aan het gaan, stiekem. Oh. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Binnen blijven. Kan het tegel die warm wordt, hoor, als de zon erop staat. Ja, wordt het zo'n hete? Daar hebben we niet op gelet. Nee. Dat was met een wittere tegel wel beter geweest. Heb ik ook helemaal niet over nagedacht. Echt gewoon niet. Nee, ik ook niet. Oh ja. Ik voel het. Ja, nou is dit ook wel een redelijk extreem zonnetje. Ja, wij willen altijd weer iets aparts, hè? Ja. Dat is wel weer... het is een beetje dom dat we daar niet over na hebben gedacht. Nou ja. Maar ja. Gewoon, gewoon slippers aan als je naar buiten gaat. Ja, sprinklers. Sprinklers. Maar ik denk ook dat het een tegel is die glad wordt. Hebben ja, we ook niet over nagedacht. Dat zei ik gisteren. Nou ja, ik weet niet, want hij voelt wel heel ruw. We hebben alleen maar gekeken naar het design. Wel lekker slim van ons. Maar... Hoe dan ook, ik vind hem wel tof. En het is wel weer echt weer bijzonder en anders dan anders. Ik heb hem nog niet eerder zien liggen. Nee. Ik ook niet. En hij wordt echt wel heel vet. En een gaaf tafeltje erbij, stoeltje. En misschien gewoon een kleedje. Mooie witte steentjes zo langs de rand. Die kunnen we dan misschien ook wel hier tussen doen. Langs dit randje? Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Daar zat ik nog aan te denken van ja, wat moeten we daar? Want ja, ik dacht, ga hem niet inslijpen, want dat is nee. Hartstikke lelijk. Ja. Maar inderdaad, nee, dat is zonde van de tegel. Ja, een beetje van die steentjes. Ja, supergoed. Ja, een beetje heb licht houden. Gehoord. Wat? Met Temoco hebben ze natuurlijk die voorkant afgegraven. Ja. En vandaag zouden ze die berg weghalen. Ja. Hij is ziek. Ziek? Ja. Ziek. Nou ja, als in griep of zo, oh. Weet ik veel. Zit je dan ineens met een berg zand? Het zit er ook niet mee, arme Temoco. Echt waar. Het zit haar echt niet mee. Het is echt heel zielig. Zij heeft dus een gietvloer laten plaatsen. En zoals ik het van haar begreep, hebben ze dus niet goed... Geëgaliseerd, of ik weet het niet. Maar toen zijn allemaal bobbeltjes ingekomen. En toen liep ze erop. En weet je wat ze zei? Het was niet zo van tik-tik. Maar overal waar ze liep, krakte... De vloer open, ja. En nu heeft de aannemer die we ook voor onze badkamer en wc hebben gebruikt, die heeft het er gefixt. Uiteindelijk. Oh ja?
Ja. Maar ze moest alles zelf gewoon op, hoe zeg je dat? Opruimen. Alles wat gekrakt was, ze moest opruimen ook nog. Heel die vloer heeft ze zelf moeten opruimen. Verschrikkelijk zeg. Echt, je hoort horrorverhalen. Dan mogen wij toch nog niet heel erg hard klagen. Ook al vind ik dat als je gewoon piep veel geld betaalt, dat het gewoon goed moet zijn. Wat het dan ook is. Hè? Dus, maar goed. Gedurfd van je dat je zo zonder het geflipte schermpje. Ja, vind ik ook gedurfd. Ja. Ik zal hem even openknoppen. Kijk, gewoon perfect hoor. Het is gewoon perfect. Zo, het lijkt helemaal of ik een heel bruine hand heb zo. Alsjeblieft. Niet omvallen nou, hè. Helemaal tegenlicht. Ik voel het gewoon helemaal naar binnen glijden. Met liefde, hè? Ja. Oh, top tot teen, hè? Wat doet Reggie nou weer? Wat? Zand. Ja. Snot. Nee, zand van mijn broek. Ja. Het is bijna voorbij, schat. Ja, nou, want... hij is ook bijna leeg, dus dat is mooi. Wat? Ja, ik ben helemaal nat. Ja, nou ja. Want? Nou wel, all of you. Gelijk maar... doof ook. Echt dat volume van jou. Als jij lacht. Ik kon gewoon wat op tot teen komt hij. Gewoon aan mijn tenen komt hij. Maar ik hou van all of you hoor. All of you. Echt wel. All of me. Loves all of you. Maar anyway, hopelijk gaan jullie in de volgende vlog zien dat in ieder geval de voortuin klaar is. No pressure. Ik wou het zeggen. En, maar je bent al lekker op weg. Dank je. En daar zijn we echt heel blij mee, want dan kunnen we weer even iets... Is dan gewoon klaar. Ja, althans, klaar. In ieder geval de tegels zijn klaar. We zijn er heel blij mee. Nou, ik vind het wel oprecht lekker om even in de zon bezig zijn. Even een beetje... Ja, gedachten uitzetten. Even... Ja, hij doet ook hartstikke goed en hij heeft even feedback gevraagd van de professionals en die zeiden niks op aan te merken. Dus, nou, dat is super tof. Nou, nee. Oh. Niks op aan te merken, dat zei hij niet. Oh. Hij zei... Niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. Ja, aan wat dan? Nou, aan het afschot en de bandjes en gewoon de werkzaamheden die ik, de stappen die ik heb genomen, zeg maar. Ja. Nou, ik vind het heel goed van je. Allereerste keer en je legt gewoon even, je bent gewoon bezig om een hele oprit in een voortuin te leggen. Hallo. Ja toch? Ja. Dus nee, maar hopelijk, en sorry dat er wat meer tijd zit tussen de vlogs, maar we hebben het zo ontiegelijk druk. En ja, met Jesse, weet je kan hem natuurlijk niet alleen laten en we editen dit allemaal zelf. Ja. Dus soms moet je even iets meer en langer wachten. Zoals Sergio al eerder heeft gezegd, je kan dus ook lid worden. En dan krijg je dus meer recepten te zien, ook op schrift. Dan kan je het even rustig nalezen. Er komen nog allemaal andere leuke dingen aan. Kost maar 99 cent. Dat is niks. En dan kunnen wij natuurlijk, niks. En dan kunnen wij natuurlijk ook gewoon veel meer dingetjes met jullie doen. Want ja, alles wat wij doen kost ook natuurlijk geld. En jullie steunen ons daar heel erg mee. Ja. Dat gezegd hebbende, kunnen jullie natuurlijk ook gewoon abonnee blijven, gratis. We blijven gewoon lekker filmpjes voor jullie maken. En ik ben ook nog in afwachting van misschien een optreden. Maar daar ga je niks van zien, maar vind ik wel leuk om te vertellen. Ja. Allereerste optreden in 6 jaar. Ja. Maar dat moet ik misschien niet vertellen. Voor de opdrachtgever. Nou, dat zegt toch helemaal niks? Of het nou 6 jaar geleden is of niet. Dat nee. Zegt helemaal niks. Je kan zingen of je kan niet zingen. Dus dat was even een afwachting. Maar vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en aan te zetten. Op de valreep viel alsnog de camera uit. Maar wat ik nog even wilde zeggen, we lezen natuurlijk weer heel graag jullie reacties en proberen op iedereen te reageren. En tot de volgende video. Ciao.